Ja, de man die gisteravond 9 mensen doodschoot in München was depressief en handelde alleen. Althans, heeft de politie medegedeeld. De 18-jarige man was onder behandeling van een arts. Van banden met de IS, Islamitische Staat, is tot nu toe niks uit gebleken dat hij daar lid van was. De dader, een Iraanse Duitser, was in München geboren en getogen. Hij was een scholier en volgens de politie had hij belangstelling voor schietpartijen op scholen. Op zijn kamer lag een boek over dat soort incidenten. De politie maakte verder bekend dat de man 300 kogels bij zich had. Hij schoot in zijn winkelcentrum met een pistool in het rond. Daarna pleegde hij zelfmoord. En dit dus een bericht over de dader uit München. Depressieve eenling en zoals het nu voor staat, geen persoon die aangesloten was bij de Islamitische Staat, IS.